Dit is mijn werkplek hierboven. Dat is mijn kantoor. Dat is mijn behandelruimte. Dat is mijn spreekruimte. Daar doe ik van alles en nog wat in die gele bus. Ik ben ambulanceverpleegkundige. Misschien wisten jullie dat al. En anders hoor je het nu van mij. Ik ben ambulanceverpleegkundige hier in de regio Hollands Midden. Dat begint een beetje bij Katwijk, Noordwijk. En dat gaat helemaal tot Schoonhoven, Bergambacht. Dat mag je allemaal wel vergeten. Maar het is een groot gebied en het is prachtig werk. En ik ben even benieuwd. Wie is hier ambulanceverpleegkundige of ambulancechauffeur? Of zit er in de acute zorg? Steek je vinger eens op. Ah, dat is echt geweldig dat jij het bent, maar het zijn er wel veel te weinig. Nog iemand achterin? Die daar ervaring heeft. Goed, zijn andere mensen in de zorg werken? Ja, dat is wel veel beter. Het is notabene het mooiste wat je kan doen. Dus. Mooi dat jullie er zijn. Misschien hoor je wel een paar bekende dingen voorbij komen vanavond. Rondom dit thema. Kijk, je kunt je natuurlijk afvragen. Waarom vraag je een ambulanceverpleegkundige iets te vertellen over naastenliefde en vriendschap? Kun je dat niet beter aan een psycholoog vragen, of een psychiater, of een maatschappelijk werker, of een social worker? Of heb je dit allemaal wel gedaan, maar er was niemand? Nou, dan toch maar een ambulanceverpleegkundige. Dat kan ook, dat zou wel een beetje sneu voor mij zijn. Ik denk, jongens en meiden, dat al die mensen die ik net noemde, vanuit hun eigen invalshoek echt iets moois over vriendschap en naastenliefde zou kunnen vertellen. Dat ze dat prima zouden kunnen doen. Ik denk ook wel dat wij als ambulanceverpleegkundigen, en ik dan vanavond voor jullie in dit geval, wel een mooie aanvulling daarop kan geven. En ik hoop dat jullie dat vanavond met mij een beetje eens zijn. Als jij denkt dat ambulancewerk nog steeds een gele auto is met een blauwe zwaailamp en we gaan alleen maar naar serieuze dingen en naar ongelukken toe, dan heb je dat echt mis. Veel mensen hebben dat beeld nog een beetje, maar dat bestaat al lang niet meer. Natuurlijk hebben we nog een gele auto, allerlei soorten en maten, en we hebben ook een zwaailamp. Maar ons werk is heel breed tegenwoordig. Wij gaan inderdaad naar ongevallen toe, maar we gaan ook naar hele andere zieke mensen toe. We gaan ook naar situaties van verwaarlozing toe. We gaan ook naar situaties toe. We transporteren mensen van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis, tussen instellingen. We gaan heel veel naar mensen toe met onbegrepen, verward gedrag, die om welke reden het leven niet meer zien zitten of het leven niet meer op de rails hebben. Kortom, ons werk is echt superbreed. Dus we hebben nog vacatures, mochten er mensen zijn die interesse hebben, dan na 10 kun je bij mij melden. En 2 ambulancediensten in het land hebben dat heel aardig weergegeven. Ambulance Oost, dat is de ambulancedienst in Hengelo, ik weet niet of ik het zo goed zeg, maar in het oosten, die noemen zichzelf mobiele zorgverleners. Nou, dat vind ik mooi, dat zijn we. Wij zijn echt mobiel, we gaan altijd de straat op, we gaan heel vaak naar de patiënt, wij hebben geen spreekuur zelf. En Ambulance Amsterdam die zegt, wij zijn zorgverleners met hoofd en hart. Nou, dat is eigenlijk mooi, dat is gelijk het eerste lijntje naar het thema van vanavond. Want als je het over hebt over vriendschappen, je hebt het over naastenliefde, is dat eigenlijk iets van je hoofd? Of is het iets van je hart? Of van alle twee? Of van echt van één apart? Nou, dat is iets om voor jezelf eens over na te denken. Wij grossieren bij de ambulance dienst in afkortingen. Ik ga ze stuk voor stuk even met jullie doornemen. Maar dan na 10 uur, want ik heb maar 15 minuten, dus er zijn er al een paar voorbij. Dit is een beetje kenmerk voor de zorg, misschien ook wel voor jouw sector waar je werkt. Ik weet het niet, het is denk ik nog niet de helft van die we hebben. Maar het helpt ons echt. Het is een beetje verwarrend, maar het helpt ons echt om in allerlei situaties de juiste afkorting te pakken. En heel snel te bedenken, dit moet er gebeuren, of op die manier moet ik naar de patiënt kijken, of op die manier moet ik een ziekte uitvragen. Nou, dat zijn allemaal ezelsbruggetjes. En de bekendste jongens en meiden, die staat hier. Ja, die kennen jullie allemaal. Dat is een soort aapnotmies, maar dan A, B, C, D, E, F, G. Als je in de zorg zit, of je bent brandman of politie, of je hebt hier een beetje met acute zorg te maken, dan zul je deze wel herkennen. En A, B, C staat in dit geval niet voor het alfabet, maar het staat voor een eigenlijk wel de meest bekende manier om te gaan met slachtoffers en zieke mensen. En die ga ik vanavond ook gebruiken met jullie. Links zie je straks iets wat ik vertel over mijn werk. Er is een ambulanceverpleegkundige gevraagd, dus ik kan het niet laten om ook een beetje daarover te vertellen. En rechts, dan noem ik dan maar mijn toepassing vanavond. Het is geen preek, maar ik geef toch een toepassing op wat ik aan jullie vertel. Stel je voor, je bent in Gouda en hier op het kruispunt, sneu zat, maar daar rijdt een scooter tegen een auto aan. Er is een slachtoffer, er wordt 112 gebeld en komt een ambulance bij. Dan doet die ambulanceverpleegkundige en die ambulance doen altijd één ding. Die beginnen bij de A, noemen we dat. En de A staat voor RW, voor luchtweg.
Je kunt je voorstellen, dat is het allerbelangrijkste wat je in je lichaam hebt. Andere kun je ook niet missen, maar die is echt essentieel. Als je geen luchtpijp hebt, kun je niet ademhalen. Dus wij beginnen altijd bij de A. Die geven de aandacht, hè. Soms moeten die schoonmaken, soms moeten die verlengen, soms moeten er andere dingen mee doen. Elk slachtoffer, wij beginnen in ons onderzoek met de A. Je ziet het hier op het plaatje ook, daar krijgt iemand dus allemaal plaatjes van die nagebootst zijn, jongens en meiden. Dus niet schrikken, we hebben geen foto's gemaakt tijdens ongelukken. Dat is allemaal nagebootst. De A geven wij de aandacht en de A, daar ben je ook zelf super afhankelijk van. En dat zijn de twee dingen die ik mee wil nemen als het gaat over het thema vriendschap en naastenliefde. Het eerste, we zijn ervan afhankelijk. Ik geef zomaar wat punten met je meer. Je mag zelf elke keer de vertaalslag naar jezelf maken. Je mag bedenken wat het voor jezelf betekent. Je mag er met anderen over in gesprek gaan straks. Afhankelijk. We hoorden er net al iets over, hè? Het gaat over de verticale liefde. Tussen God en mensen, alles zo lief heeft God de wereld gehad. Het gaat ook over de horizontale liefde. Wij zijn als mensen ook geschapen in relatie tot elkaar. Dat begon al in Genesis. God zei dat het niet goed was dat de mens alleen zij. Dat was niet alleen een hulpen tegenover elkaar, of jawel, maar dan wel in de hele brede betekenis daarvan. Dus we zijn afhankelijk, jongens en meiden, van naaste liefde en vriendschap. Zo belangrijk is dit. Dit is niet iets facultatiefs, zo van, nou ja, dat doe ik of dat doe ik dan niet. Zoals een gemiddeld keuzevak of zo op school. Maar dit is belangrijk. En we moeten het aandacht geven. Dat geloof ik ook echt. Net als die luchtpijp bij dat ongeval hier op de hoek, wat hopelijk vanavond niet gebeurt. Maar dat moeten we aandacht geven. Het is een essentieel onderdeel van je leven. En ik hoop dat je dat ervaart. Aandacht geven aan iets, jongens en meiden, dat is niet iets vluchtig doen. Dat kan heel snel, ja, ik heb het iets aangedaan, maar verder eigenlijk niet. Maar aandacht geven bedoel ik echt even ruimte voor nemen. In je hoofd ruimte maken voor een ander, hoorde ik pas een keer iemand zeggen. Dat vind ik mooi. Als je nadenkt over naastenliefde en over vriendschap, en je bent echt in contact met een ander, dan maak je eigenlijk in je hoofd eventjes ruimte voor een ander. Mooi, mooie gedachte. Moet je proberen vast te houden. Afhankelijk zijn we van elkaar. Denk aan die horizontale en die verticale lijn die bij elkaar een kruis zijn. Veelbetekenend. En aandacht. Als we het over de luchtweg hebben gehad, dan moeten we het ook over de ademhaling hebben. Je kunt wel een luchtweg hebben. Daar doen we heel veel aan als ambulance mensen. Maar er moet ook nog wel adem gehaald worden. Dat noemen we de B. Dus dan zeggen we dat ook. Als we bij zo'n ongeluk zijn, we hebben de A gehad, we gaan nu naar de B. We pakken dat heel gestructureerd aan. En dan hebben we het over de breathing. Dat betekent ademen of ademhaling. Een essentieel onderdeel. De ademhaling moet je soms op gang helpen, letterlijk, omdat iemand gestopt is met ademhalen. Iedereen die wel eens een reanimatiecursus heeft gedaan, die weet hoe belangrijk dat is. Geen ademhaling is reanimeren en wel ademhaling, nou, dan hoef je in ieder geval niet te reanimeren. Zo belangrijk is dat. En je moet niet alleen behulpzaam zijn, je moet er niet alleen op acteren als de ademhaling niet goed is of helemaal gestopt is. Je moet er ook gewoon continu bewust van zijn. Want voortdurend tijdens een ziekteproces of tijdens een ongeval of tijdens wat dan ook kan die ademhaling verkeerd gaan. Misschien sommige mensen hebben dat wel eens meegemaakt, dan kan je in een paniekaanval raken of iemand gaat te traag of te snel ademhalen. Nou, dat kan gebeuren. En dat, jongens en meiden, is ook mijn toepassing voor het thema liefde en vriendschap, naaste liefde en vriendschap. Ik zei al, je moet er aandacht aan geven, maar je moet er ook bewust mee omgaan. Wat bedoel ik daarmee? Dit komt niet aanwaaien. Ik hoop voor je dat je veel met naastenliefde te maken hebt en dat je veel meemaakt van naastenliefde. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat is wat jij krijgt, maar dat is ook zelf wat je aan iemand geeft. En behulpzaam, daar bedoel ik mee, jongens en meiden. Als je vriendschap zoekt of je bent met naastenliefde bezig, misschien vind je het lastig, vrienden maken, vriendschappen maken of onderhouden. Nou, dat laatste, dat is wel echt heel mooi. Juist door behulpzaam te zijn aan anderen, bouw je vaak vriendschap op. Ik floreer niet zo goed op een verjaardag met z'n allen rondom de tafel en dan koffie en gebak en tegen elkaar aanpraten. Dat ligt mij gewoon niet zo. Ik ben gewoon veel liever bezig. Dingen doen, uitwerken
En dat levert mij eigenlijk vaak hele mooie contacten en vriendschappen op. En ik hoop dat je dat ook ervaart. Dus gewoon een heel praktische tip. Maak je niet zo makkelijk contact, dan ga je gewoon wat dingen ondernemen. In je gemeente, op een zondagsschool, als je daar gevraagd wordt als leiding of op een JV. Zulke dingen. We hebben de B gehad, we gaan naar de C van de bloedsomloop. Je kunt wel een ademweg hebben, je kunt wel een ademhaling hebben, maar je bloed moet ook stromen. En jongens en meiden, daarvoor gebeurt heel veel. Dat weet je, als je bloedsomloop stopt, dan gaat het echt niet goed. Dan moet er gelijk ingegrepen gaan worden. En dat doen we door heel creatief te zijn bij de ambulancedienst en door veel met elkaar te communiceren. Ik heb dit plaatje er bewust bij gezet. Wij kunnen de bloedsomloop op gang proberen te helpen met medicijnen, met reanimeren, met een speciaal apparaat ervoor. En zelfs, en dat is het plaatje hier, dus nogmaals, dat is een scenario, is niet echt gebeurd dit. Het gebeurt wel in praktijk. Dat is een hart-longmachine die je gewoon op straat aan kan sluiten. Dus daarmee wordt het hart als het ware een poosje overgeslagen en de bloedstroom gaat helemaal door een machine. Nou, als het over creatief gaat, we zijn voortdurend als hulpdienst op zoek naar hoe krijg je nou die bloedsomloop aan de praat. En dat geldt ook voor communiceren. Je ziet het al, hè? Zoveel mensen hieromheen. Bij zo'n soort problemen heb je soms zomaar 16, 17, 18 hulpverleners ter plaatse voor één slachtoffer. Nou, dat kan alleen maar goed gaan als je goed met elkaar communiceert. En dat is mijn thema als het gaat over naastenliefde en vriendschap. Ben je ervan bewust in vriendschappen, naastenliefde natuurlijk ook, maar ik heb het dan nu even vooral over vriendschappen, dat communiceren echt een essentieel onderdeel is. En ik bedoel dat niet als een soort containerbegrip, dat als niemand het meer weet, dan ligt het aan de communicatie. Maar je non-verbale, je verbale dingen, je gedrag, iets wat je uitstraalt, wat je zegt, wat je ermee kan doen om iets goeds te doen, maar ook juist om er soms schade mee aan te brengen. Daar zit ook een beetje mijn reserves als het gaat over social media. Dat is natuurlijk een hele platte vorm van communiceren, waarbij het gemakkelijk misgaan, die wil ik echt wel aan je meegeven. Communiceren is veel meer. Daar zou je best eens een keer in kunnen verdiepen. Wat is nou communiceren in een vriendschap? Creatief, wat bedoel ik daarmee? Nou ja, jongens en meiden, naaste liefde is niet alleen maar zeggen ik hou van je of zo, of iets anders. Of dat is op heel veel manieren omgaan met de ander. Je kan je vriendschap onderhouden, naaste liefde, met spreken, met luisteren, laat het misschien nog wel beter. Met hulpvaardig zijn, met een gewoon zijn soms. Je hoeft niet altijd te praten met het te zijn. Door een kaartje te sturen, misschien toch een appje te sturen, zulke soort dingen. Dus wees creatief in het onderhouden van. We hebben de A gehad, we hebben de B gehad, we hebben de C gehad en we gaan naar de D. De disability betekent wat iemand kan doen of wat iemand niet kan doen. Dat heeft met bewustzijn te maken. En dat zou ik mee willen geven, jongens en meiden, als het gaat over naastenliefde en vriendschap. Als mensen iets niet kunnen doen of wel kunnen doen en ze liggen daar op straat als ziek persoon of als ongevalslachtoffer, dan moeten wij soms ook gewoon een beetje, natuurlijk lief, maar ook wel een beetje doelgericht zijn, aanpakken, doorgaan. Niet al te veel rekening houden met iedereen die eromheen staat, maar echt gewoon aan de slag gaan. Ik bedoel doelgericht. En dat wil ik ook een beetje meegeven als het over dit thema gaat. Je mag echt een doel voor ogen houden, jongens en meiden, in je leven. Ik zei het al in het begin, vriendschap, naastenliefde, maar vriendschap komt niet aanwaaien. Daar mag je een thema van maken, daar mag je een gebedspunt van maken. Daar mag je naar op zoek gaan. En daar mag je echt een doel in zoeken. En ook durf. Er zijn mensen die ontmoet ik in mijn werk, die zijn ronduit eenzaam. En dat kan allemaal redenen hebben, daar moeten we nooit goedkoop over denken. Dat heeft ook echt grote gevolgen voor mensen, maar niet zelden merk je dan dat mensen of nergens bij aangesloten zijn, of heel erg in zichzelf gekeerd. En sommige mensen floreren daarbij, maar soms is het ook sneu. Je mag ook een stap naar voren zetten. Je mag je ook proberen aan te sluiten bij dingen, je mag ook proberen zelf contact te zoeken. Nou, ik zou zeggen, de boer opgaan in dit thema. En het laatste, jongens en meiden, daar sluit ik dan mee af. Ik ga al die afkortingen niet met jullie doornemen. Dat is dit woord en dat gaat over omgevingsbewustzijn. Als je iets aandacht hebt gegeven waarvan je afhankelijk bent. Nou, ik heb al die thema's net genoemd. Bij al het werk wat we doen zit voortdurend in ons achterhoofd wat we gedaan hebben nu
Is dat goed voor de patiënt? Wat kan er vervolgens gebeuren? Wat gebeurt er om ons heen? Zijn we nog steeds veilig? Nou, zulke soort dingen meer. En dat geef ik aan jullie ook mee. Denk voortdurend na, wat doet die vriendschap met mij? Er zijn goede vriendschappen. Als je meegenomen wordt naar zo'n avond als dit, dan ben je een bofkont. Dan is het mooi, dan gaat dat goed, zou ik zeggen. Maar als je op het verkeerde pad wordt gezet, of je merkt dat bepaalde invloeden niet goed zijn, jongens en meiden, denk daarover na. Vriendschappen zijn niet vrijblijvend. Ik sla energie even over. Ik zie daar iemand staan. Die heeft mij gewaarschuwd. Echt 15 minuten. Dus het laatste ga ik zeggen nu. Dat gaat over eenvoudig. Ik geef natuurlijk allemaal dingen weer. We horen vanavond ook allemaal dingen. Maar hou het ook eenvoudig, jongens en meiden. Laten we zoiets als naaste liefde en vriendschap niet ingewikkeld maken. Maar blijf dicht bij jezelf. Zoek binnen je eigen mogelijkheden en binnen wie je zelf bent aansluiting met anderen en onderhoud het ook. Dat zou ik met jullie mee willen geven over naaste liefde en vriendschap.